Hoi, welkom bij een nieuwe video. En dan moet je natuurlijk strategisch kunnen denken. Heel competitief is het dus en dat is natuurlijk geweldig. En dat perfectionisme, dat is nog best wel een obstakel. Ik vind het nogal een overdreven uitspraak. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En in deze video ga ik de eerste vijf kandidaten van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol... Uh, ...aan jullie uitleggen wie ze precies zijn. Ik heb onderzoek naar ze gedaan en ik heb hele gaaf dingen gevonden. Zo, weet ik dat een, zo denk ik dat een paar kandidaten sowieso kandidaat zijn... ...maar er is voor mij één persoon uitgesprongen... ...die een prijs heeft gewonnen met undercover zijn. Nou ja, prijs winnen met undercover zijn door voordoen alsof iemand anders... ...nou, ik zie al een mol voor me staan. Hij staat ook hoog aan mijn verdachte lijstje. Wil je nou weten over wie dit gaat, kijk de video vooral volledig uit... En vergeet niet te abonneren op het kanaal zodat je geen enkele video mist. Want we missen natuurlijk nog vijf kandidaten. Daar leg ik aan het eind van de video meer over uit. Maar laten we nu beginnen met de kandidaten van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol. Dan gaan we beginnen met de eerste kandidaat. En dit is Anke de Jong. En ik heb haar LinkedIn even bekeken, want daar stond best wel veel informatie over haar op. Zo heeft ze een HBO-opleiding gedaan. Dat betekent dat ze best wel slim is. Ook is ze op het moment hoofdredacteur bij het blad L. En het heeft ze vroeger ook voor Glamour gedaan. Dat betekent dat ze best wel van luxe en van Glamour-dingetjes houdt. Uh, en dat is natuurlijk goed, want dan let je op details. Wat heel handig zou kunnen zijn als mol, maar ook als kandidaat. Daarnaast heeft ze ook veel in de marketing gewerkt. Uh, en dan moet je natuurlijk strategisch kunnen denken. Zou natuurlijk heel goed als mol kunnen zijn, maar een kandidaat moet natuurlijk ook slim nadenken. Toch is ze niet bang voor iets. Want in een YouTube video laat ze zien dat ze gewoon over een nat circuit durft te racen. Dus lef heeft ze wel. Dus daar kunnen we natuurlijk ook kijken. Als ze namelijk bang staat aan de zijkant van een opdracht, ja, dan weten we dat er iets mis is. Ik denk dat ze 50% kans heeft om de mol te zijn. Maar ze zou ook een hele goede kandidaat zijn. Ik vind het moeilijk. Ik zie het in de eerste aflevering. Dan gaan we door naar kandidaat nummer twee. En dit is Annick de Boer. Je kan haar waarschijnlijk kennen van uh, Nederlandse films of het theater. Maar in haar mollicitatie krijgt ze de titel cabaretier. Wat ik vrij apart vind, aangezien ze best wel veel Nederlandse films en series doet. Uh, zo is ze bijvoorbeeld in de tv-kantine geweest. Ook doet ze... Uh, veel politie series waarin ze veel dingen moet oplossen. Wat natuurlijk perfect is voor als kandidaat zijnde. Want dan moet je natuurlijk ontrafelen wie de mol is. Dus het kan een groot voordeel voor haar zijn. Verder heeft ze ook in een interview aangegeven dat haar stappen tellen een van haar guilty pleasures is. En ze echt helemaal in uh, de uitdaging aangaat met anderen. En helemaal in details gaat uitrekenen of zij meer stappen heeft gedaan als iemand anders. Heel competitief is ze dus. En dat is natuurlijk geweldig als kandidaat. Want je wil natuurlijk zo'n spelletje winnen. Ook heeft ze in haar mollicitatie gezegd dat als zij de mol is, haar, ze haar leesbril vaak zou misbruiken. Nu denk ik ook door deze reden dat zij niet de mol is. Aangezien René dit natuurlijk ook al heeft gedaan en ik niet echt verwacht dat ze zo'n molactie zullen herhalen. En aangezien ze het nul heeft uitgesproken, het meer een actie is van: oh, ik wil verdacht lijken. Dus ik denk dat het eigenlijk wel een kandidaat is. En nou ja, als we er een percentage aan moeten hangen. 25% kans op de mol. Dan gaan we door naar de derde kandidaat, en dit is Daniel Verlaan. Hij is onderzoeksjournalist bij RTL en maakt hier verhalen over hackers. Het cybercrime en het dark web. En hij is best wel goed met digitale dingen. Zo heeft hij in 2019 al een onderzoeksjournalistprijs gewonnen. over een onderzoek van wraakporno. En hij is hiervoor maandenlang undercover geweest. en heeft zichzelf dus voorgedaan als iemand anders. Veel mensen zijn hier ook ingetrapt. Dus hij moet er ook wel best wel goed in zijn. Ook heeft hij in zijn sollicitatie gezegd dat hij goed is in, in liegen en mensen bedonderen. En dat is natuurlijk ook best handig om deze skill te hebben als mol zijnde. Maar als journalist moet je natuurlijk heel goed mensen kunnen uithoren. En dat zou dan weer als kandidaat heel erg handig zijn om te ontrafelen wie nou echt de mol is. Hij staat in ieder geval hoog op mijn verdachte lijstje. Want deze man heeft ook nog eens een master gehaald. Dus in zijn sollicitatie lijkt hij heel erg casual gekleed met een hoodie. Maar hij is ook nog eens enorm slim, dus ik ga me niet laten foppen door Daniel, hij staat hoog aan mijn lijstje. Dan gaan we door naar kandidaat nummer 4 en dit is Vrouwtje de Bot. Ze is natuurlijk presentatrice en actrice en je zou haar wel kunnen kennen van tv-programma's Eigen Huis en Tuin, RTL, Boulevard en nog veel meer. Uh, in haar mollicitatie zegt ze dat ze weer meer wil acteren en dit de perfecte plek vindt om dat te doen. Ik vind deze uitspraak zelf niet zo heel erg verdacht. Daarnaast is er nu ook confidence coaching begonnen. En uh, ze is heel erg blij dat ze hier zo mensen meer zelfverzekerd van kan laten worden. Omdat ze vroeger hier zelf ook best wel moeite mee heeft gehad. Zelf zegt ze ook dat ze erg sportief en perfectionistisch is. En dat perfectionisme dat is nog best wel een obstakel als mol zijnde. Want we hebben natuurlijk in het vorige seizoen van de Belgische mol gezien... dat de perfectionist best wel snel breekt tijdens een seizoen als mol zijnde. Dus dit zou niet een goede set zijn als mol... Toch is het weer heel erg handig als kandidaat. Zo denk ik dat vrouwtje echt de hardwerkende kandidaat zou zijn en echt compleet voor de pot en het geld zou gaan. Dus 25% kans dat zij de mol is, maar voor mij is het toch echt een kandidaat. Dan gaan we door naar de vijfde en laatste kandidaat, en dat is Jurgen Geluk. Hij is presentator en in zijn mollicitatie zegt dat alles in zijn leven samen is gekomen om op het moment om mol te zijn of mol te worden. Ik vind het nogal een overdreven uitspraak. En is het genoeg om Avril over te halen dat jij de mol zou moeten zijn? Ik denk dat het toch net even een tikkeltje te veel is. Daarnaast is er niet heel veel bekend van Jure online. Maar ik heb wel gevonden dat hij bij Lucia Martens heeft gestudeerd. En bij BNNVARA Vara het pro uh, programma Spuit en Splik Slikken heeft gepresenteerd. En daar moet je best wel wat let voor hebben. Ook heeft hij in een andere show uh, zich. Vrijwillig laten bijten door rode mieren. Nou, dat deed hij met gemak. Dus de lef ontbreekt echt niet. Dus als er een spannende opdracht is, dan zou hij dat zeker doen. Uh, toch is hij nooit de gast in een uh, show. Maar we hebben hem wel gezien bij Splinter, Shabot. Uh, en hij is natuurlijk oud kandidaat. Daar was hij kort te zien. Ook was zo'n kroonair te zien. Maar die ga ik bespreken in de volgende video. Ik vind het moeilijk omdat er weinig bekend is van Jure. Weet ik niet precies. Of hij erg verdacht is. Het zou natuurlijk een voordeel kunnen zijn als hij mol is. Omdat we niet veel van hem weten. Ik vind het moeilijk. Ik zeg gewoon dat er 50% kans is dat hij de mol zou kunnen zijn. Nou, dat waren de vijf kandidaten die ik in deze video ga bespreken. Uh, er zijn natuurlijk nog vijf kandidaten over. Maar die ga ik in een andere video bespreken. Ik hoop dat jullie wat hebben aan deze video. En zo de kandidaat wat beter leert kennen. Ik ken ze in ieder geval al een stuk beter. En vergeet vooral niet te abonneren op het kanaal zodat je de video van de volgende keer niet vergeet. Want dan gaan we de overige vijf kandidaten bespreken. En 7 januari begint natuurlijk het nieuwe seizoen van Wies de Mol. En dan ga ik natuurlijk ook gewoon weer beginnen met de Wies de Mol video's en de verdenkingen. Dus abonneer op mijn kanaal zodat je die video's niet mist. Ik heb in ieder geval heel veel zin in het nieuwe seizoen. Dus vonden jullie dit een leuke video? Doe het natuurlijk veel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal en het natuurlijk een vette leuke video. Ik jullie een vette leuke reactie onder de video. En ik zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg!